Aflevering 1, David de Kabouter. De wereld waarin wij leven is vol van mooie dingen. Zoals wonderen van de natuur, maar ook geheimen van de natuur. Het best bewaarde geheim van de natuur tot nu toe is het geheim van ons bestaan, het leven van de kabouters. Hoewel wij niet vaak mensen tegenkomen, delen wij kabouters de aarde met jullie. De waarheid is dat we het meeste wat jullie doen niet kunnen begrijpen. Wil je wat voorbeelden? Jullie hebben altijd haast. Jullie maken machines die jullie overal naartoe kunnen brengen, maar die de meeste tijd stilstaan. Jullie verbieden, verbieden en verbieden maar. Jullie maken alsmaar rommel om de natuur te versieren, terwijl die van zichzelf al heel mooi is. Jullie houden van roken. Een hele hoop rook. Rook! En jullie willen dicht bij elkaar wonen. Heel dicht bij elkaar. Wat is er toch aan de hand? Zijn jullie ergens bang voor? Maar boven alles, jullie houden van vernielen. Waarom? Waarom? Lang geleden, zo beginnen sprookjes. Nou, het spijt me. Vandaag kunnen we zo niet beginnen, omdat dit geen sprookje is. Het is niets meer of minder dan het verhaal over het leven van kabouters. Van de stille, schrandere uil tot de wakkere en speelse eekhoorns. Alle dieren weten alles over het leven van de kabouters. En dat komt omdat ze samen met kabouters leven en ze elke dag zien. Er zijn sommige mensen die twijfelen aan het bestaan van kabouters. Heel dwaas. Als je in een bos niet heel goed oplet, krijg je ook nooit een hert te zien. Maar ze zijn er wel. Hetzelfde geldt voor kabouters. Misschien zie je ons niet, maar we zijn er hoor. Dat kan ik je verzekeren. Lekker, schat? Precies de goede temperatuur, dankjewel. We hebben bezoek. Ik ontvang ze hier in bad. Kom binnen, kom binnen. Doe alsof je thuis bent. Dat te doen, dat te doen, dat te doen. Hallo, vrienden. Ik ben David, de zoon van Tijmen Uppsala. Welkom in ons huis. Het is ook jullie huis, want jullie zijn vast heel goede vrienden van kabouters. Anders zouden jullie hier niet zijn. Wij kabouters weten alles van mensen. Als we in jullie hart kijken, zien we met bezorgdheid dat jullie jaloers op ons zijn. Waarom? Is het omdat we in deze geriefelijke, veilige en vredige huizen onder de bomen wonen? Of omdat we geen moeilijkheden maken over geld en niet weten wat oorlogen zijn? Kom op, slaapkoppen. Wakker worden. Jullie slapen ook altijd. Ik zal jullie zo te eten geven. Zo. Zoals ik al zei, komt het omdat we de talen van alle dieren kunnen verstaan. Dat we bijna alle geheimen kennen van deze geweldige planeet Moeder Aarde.
Misschien komt het omdat we geen auto's hebben, geen telefoons en dat we tegen alle vormen van geweld zijn. Nee, ik geloof niet dat dat de reden is. Ik denk dat deze afgunst er is omdat mensen deze mooie wereld veranderen in een rampterrein. En dat doen wij niet. Maar wanhoop niet. Jullie hebben nog tijd. Wij kabouters zullen jullie helpen. En met onze hulp kunnen jullie een totale ramp voorkomen. Hier is je handdoek, David. Dank je. We zullen jullie leren alles om je heen te eerbiedigen en lief te hebben. Om te beginnen is het beste dat jullie weten wat kabouters eigenlijk zijn. Eerst praten we over de verschillende soorten die bestaan. Laten we beginnen met de meest voorkomende soort die in de meeste delen van de wereld woont. De boskabouter. Dat is de soort waar ik ook bij hoor. En dan hebben we hier de duinkabouter. Dit is de soort die in tuinen leeft. Stelletje overtreders. Deze komt van een boerderij. Oh, wat onaangenaam. Deze levendige knaap is een huiskabouter. Hallo, vaarwel. En tot slot de Siberische kabouter. Hij is de grootste van allemaal en is wel 19 centimeter groot. Een beetje nors en moeilijk om mee om te gaan. Heb ik gelogen? Dat kan je niet veranderen. Ze hebben altijd hetzelfde humeur. Ik denk dat jullie nog meer over ons willen weten, ja? Oeps, een belangrijk kenmerk is het gewicht. Een volwassen kabouter kan wel 3 ons wegen. En wij wegen meestal zo ongeveer tussen de 2 en de 3 ons. Wij kabouters, ik heb het natuurlijk over volwassenen, zijn 15 centimeter groot, zonder onze onafscheidelijke hoed. Later zal ik jullie nog veel meer dingen over ons leven vertellen, maar maak eerst eens kennis met mijn familie. Hier, kijk, deze onvermoeibare en mooie huisvrouw, die al 399 jaar zo uitziet. Laat los, hoor, laat los. Ah, dat is mijn vrouw. Lisa. Het is niet omdat ik het zeg, maar we zijn een goed paar, nietwaar? Dit is Lisa, toen was ze nog jong. Toen ze nog maar 120 was. Met onze kinderen Lily en Harold. Nu zijn dat overgrootouders. Na 12 lange maanden van zwangerschap worden onze kinderen geboren. Het zijn altijd tweelingen. Het kunnen 2 jongens, 2 meisjes of een jongen en een meisje zijn. Maar meer kinderen komen er nooit. Huh? Dit is Swift, onze vriend de vos. Hij is ons volkomen trouw en brengt Lisa en mij naar alle delen van de wereld. En ik vang ze vlooijassen en plagen. Als wij ons met jullie vergelijken, dan zijn we 7 keer zo sterk. Op 399-jarige leeftijd ben ik zo fit als een hoentje. Dat was een heerlijk bad. Dank je, schat. Zo geven we blijk van onze liefde. Ik ben vergeten om de muizenmand schoon te maken. Dit is onze waakkrekel. Zijn naam is Krikri. We eten straks veldleverik eieren. Oh, dat is zo lekker. Nou moet je niet denken dat we die stelen. Ze kunnen niet alle eieren uitbroeden en ze geven die eieren die over zijn aan ons. Paddenstoelen, soep, graan, yoghurt, honing. Hier in dit woud waar we meestal leven, hebben we nergens gebrek aan. Ik zeg meestal omdat we ook een huis aan zee hebben en 1 in de bergen. Daarnaast reizen we ook veel, Lisa en ik, want ik ben een dokter. Lieve hemel zeg, ik ben helemaal vergeten te vertellen dat mijn beroep dokter is. En dat ik geroepen word vanuit de verste en meest afgelegen hoeken van de wereld, omdat men gelooft dat ik magische krachten heb. Onze kabouterkoningen roepen me door middel van gedachtenoverbrenging. En ik ga waar ik nodig ben. Verleden week was ik in Denemarken toen een paar verre familieleden me nodig hadden. Ik ben gegaan in het midden van een donkere, stormachtige en onaangename nacht. Oeh. Een geit had verschrikkelijk veel pijn. Tijdens het eten van gras was er een stuk draad terechtgekomen in zijn maag. De arme boer had geen geld voor een dierenarts en het was zijn enige geit. Hier zijn we, Swift.
Hallo, vrienden. Goedenavond, David. Je bent precies op tijd, maar vlug nu. Het is in de stal. Kom mee. De arme boer wachtte bij de deur om ons binnen te laten. Kom op, laten we geen tijd verspillen.